Bus. Dit is wat de snoek serieus gepakt heeft. Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Laurent Auger en ik ga vandaag een nachtje pakken met Bram. Die zit hier naast me, krijg je zo te zien. En hopelijk gaan we pakken. Het is super lekker weer. En het zal vannacht wel afkoelen. Maar ik heb een lekkere dikke slaapzak bij, dus dat maakt voor mij niet uit. Nou, ik ben nu in ieder geval zelf met een pop-upje aan het vissen. Op de Ronnie en eentje heb ik een mettenfeedertje in gelegd. En dat mettenfeeder dat blijf ik nu gewoon overdag even gebruiken. En vannacht zal ik die waarschijnlijk nog steeds gaan omwisselen. En dan laat ik jullie wel weer horen wat dat wordt. Oké, Brammetje is er ook bij. En hier zo staan zijn hengeltjes. En hier staan mijn hengels. En we gaan er het beste van maken. Wishes, good luck. Alright, Bram heeft vis. Hoppa, oké, we tikken er wel aan. Laten we nog maar even gaan. Lekker man. Het is al donker zoals jullie zien en uiteindelijk heeft de eerste visser gemeld op hengel van Bram. Ik ga jullie even neerzetten zodat ik hem kan helpen met netten. En dan gaan jullie zo meteen zien wat voor vis het is. Ja. Oh, de koplamp. Oh. Oh, mooi visje. Lekker man. En hoe heb je hem gevangen? Een pop-upje. Lekker man. Oh. Wow. Een pop-up. De onderkant, ik heb het getrakt. Ga even wegen. Yes. Kilo? Ja, 10 kilo, ja. Ja, ja. Netjes man. Ga je terugzetten? Ja. Gaan we nat. Met dat ik het zeg gebeurd. Ja, maar niet uit. Oh, mooi. Hoppa, kom, nat worden, zet terug. Uit.
Die gaat er snel vandoor volgens mij. Hoppa! Ja, ga maar naar mij toe. Mooi. Lekker man. Gefeliciteerd jongen. Dat is de eerste. Dat is de volgende. Is het je PR ook nu of niet? Denk het wel. Maar wel sowieso de eerste graskal. Ja, nice. Dat is wel mooi. Bram is zojuist dus de eerste vis gevangen. Een mooie graskarper van 10 kilo ongeveer. En het begint nu wat later te worden. En ik denk dat het niet te lang gaat duren voordat we tenden gaan. Mocht er nog een run komen, krijgen jullie dat nog zeker weten te zien. En hopelijk s'nachts nog. En anders morgen vroeg nog een leuke fluit, dat zou nog altijd mooi zijn. Misschien dat ik met de feedertje nog ga vervangen voordat ik ga slapen. Door gewoon een losse bol of misschien wel een snowmannetje. Ik kijk wel eventjes. Ja. Mocht er niks meer gebeuren. Tot morgen. Later that night. This. Oké okay, jongens, ik ga even de camera neerzetten en drillen. Ah, nachtvis. Ik heb een snoek. Wat? Hoppa, dik snoek erop. Op het met het vierdertje. Wacht, ik zal het lamp even uitzetten. Terugkomen. Hoppa, deze snoek op de met het feeder, vraag me niet waarom, hij heeft gewoon een kleine boilie gepakt en we gaan hem zo wel laten zwemmen. Dit is wat de snoek zojuist gepakt heeft op deze met het feeder. En kijk dit lijntje. Het is gewoon een dun nylon lijntje. Dus ik heb echt geluk gehad. Want die snoek heeft natuurlijk vlijmscherpe tanden. Hij zat gewoon heel mooi in de bek gehaakt met dit kleine haakje hier zo. Dus ja. Zit niet ver van de lijn af. We hebben geluk gehad. Ik ga er met de feeder nu opnieuw in gooien. En dan kruip ik mijn bed weer in. En dan... kijken of we nog een snoek weten te pakken. Of een karper natuurlijk. One nap later. Kleine brazen. Hoppa. Mag er weer snel vandoor. Oké, ik ben zojuist weer wakker gemaakt door een kleine brazen. Ga hem weer ingooien en dan ga ik weer pitten. Tot morgen vroeg hopelijk. The next morning. Oh.
Jullie mooi, hè? Mooi. Ah. Ja, ik kan ook goed die sub zien of zo, hè? Ja, een sub, dat is mooi. Dat is ook misschien een bak. Ja, een prima vis. Ja. Dat is nog niet klaar voor, hè. Prima vis. Wat er met zo'n effect is, en dat slip slipt al op. Hoppa, is dat toch nog mee? Hopla, visje. Lekker bezig, man. Nummer 2 voor Bram. En net wakker. Ik heb wakker gemaakt van de fluiter. Deze kameraad. Ik zal er gewoon een dikke foto maken. Even. Oh, 10 kilo staat erop. Min 1 kilo van de sling. 9 kilo. 9 kilo. Ja. Wow, dat is sokjes. Lekker glad. Nou, dat kan ook. Ja. Nou, die is er vandoor. Lekker, man. Goed, kijk, we hebben hier een holletje gevonden. Ik heb hier nu een boilie zonder haak ingeduwd. Kijk wat er uitkomt. Als ik een beetje trek. Oh, hij heeft hem eraf. Hij heeft hem eraf. Later. Kijk eens wat voor een riviermonster. Ja, riviermonster. Dat is een rivierkreef. Ik zag hem gewoon langs de kant lopen. Er zitten ook allemaal van die holletjes in de grond. Ik zal het zo meteen wel even laten zien. Daar zagen we eerder ook al eentje in zitten. En ik was even met het spinnetje een beetje aan het gooien. En opeens zag ik deze kruipen. Dus ik denk, ik pak hem eventjes. Laat hem even zien voor de camera. Hij is super mooi rood. Kijk die klauw ook. Hij mist er eentje. Maar wat een beest, gek. Zie je hem goed? Mm-hmm. Met de bovenkant dus zien. Yes. Goed, Bram is hem ook even aan het bestuderen. Ik zal jullie even laten zien waar dat ze verblijven. In dit holletje zit er ook een, dat weten we toevallig, want die zit daar nu een boilie van ons op te eten. En dit is weer een andere, hij mag waarschijnlijk weer het water in, toch? Zet hem hier op de kant, loopt hij zo het water in. Als hij niet meer doet alsof hij dood is. Ik zal hem in het water leggen. Ja, schiet. Zit hij misschien verder? I'm dead! Oh no, I'm alive. Oh, zie je. Nee, hij draait zich op, daar gaat hij. Later. Goed, we zijn ingepakt en ik ga nu eventjes met Bram ergens roofvissen. Maar ik denk dat jullie dan een andere video gaan zien. Dus dit was het einde van de video. Vonden jullie een leuke video? Doe dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.